Oké, ik geloof je. Oké. Luidste schreeuw. De luidste schreeuw. Mm-hmm. Ja. Nou, je weet hoe hard die was, zeg maar. Ja, ja, doe maar. Ja, 121,7 decibel. Gescoord door Annalisa Ray. Wat riep ze? Quiet! Ja, echt waar. Ja, die is leuk. Ja, nou ja. ik geef hem even door. Ja. Bedankt. Kersenpitspuwen. Kersenpitspuwen. Is dat goed? Ja. Bijna 29 meter, Horst Ortmann in Langenthal, Duitsland heet dat. Spijkerbed liggen. Guinness records zoeken we, spijkerbed liggen. Nee. Staat er niet bij. Instingers kosten je geld, Harold, je staat weer op nul. Maar, ja, zo de herkansing. Eerst Francis. Bokspringen. Hij is 150 gulden waard, er zitten er nog 5 in. Maar is die goed? Ja, bokspringen. 1555 plussers, die sprongen 2 uur en 6 minuten bok in Dedemsvaart. Waarom? Zo, vraag het mij niet. Knikkeren. Een record? Record knikkeren. Nee. Wie weet. Eerst nog niet gedaan. Winston? Even kijken. Langste gelaten boer. Dat lijkt je wel. Dat lijkt me wel. De langste gelaten boer. Nee. Dat zou je toch zeggen? Ja. Nee, ze zitten niet in. Harold? Kappen onder water. Wat? Kappen onder water? Ja. Nou ja. A. Brakenhof, die knipte 6 modellen onder water. 41 minuten deed hij erover. Of zij, ik weet niet. Ik geef hem even door aan Francis. Francis, nog 4. 200 gulden. Meeste dooiers. Het ei met de meeste dooiers? Ja. Yeah. Nog 3. Grootste hondenkluif. De grootste hondenkluif. Die is goed. 3 meter lang, 60 centimeter breed. Ik geef hem door aan Winston. De duurste zitten erin voor jou, man. Pak ze. Grootste mergpijp. De grootste mergpijp? Ja, dat klinkt als een plausibel record. Dat is goed. Hij was 2,5 meter lang, 130 centimeter breed en 36 centimeter hoog. 3 miljoen calorieën ongeveer. Oeps, ik geef hem door. Dan ga ik voor metaal eten. Metaal eten? Ja, die is. Ja, de laatste even te pakken. Hartstikke goed. Michel Lotito. Die at 900 gram metaal per dag. Mm-hmm. Het laagste IQ? Nee, ik zou wel een gegadigde weten, maar daar heb ik. Hier zijn er weer 16. We zoeken de 11 hockeyvrouwen die zilver haalden op het WK in Utrecht. Hockeyvrouwen. Francis? Ja. Fleur van de Kieft. Is dat, ja? Misschien, dacht het wel. Je gunt er wel zilver. Ja. Ze was erbij. Ja, 24-jarige ster. Pak maar, Hedwig Maas. Die stel jij op. Dat vind je een hockeydame. Ja, lijkt me wel leuk. Hockeytalent. Hedwig Maas. Ja. Oké, we gaan kijken. Nee. Nee, dat is een stuk uit Utrecht in de Jan van Gaal. Winston. Ik probeer Mirjam Oremans. Mirjam Oremans? Jongens. Nee, dat is een slagersdochter die tennist. Ja. Carol Taten. Hockeyvrouwen die zilver haalden. Ja. Ze is 26, een routinier international. Teuntje de Nooier. Teuntje de Nooier. De hockeymeiden. Nee, die won goud in Utrecht, maar dat is een vent. Teun. Francis? Ik neem Suzanne van der Wielen. Suzanne, ja, van der Wielen, hockeyvrouw. Ja! Hé, gelukkig. Dan ga ik voor Marjolein Banning. Marjolein Banning? Ja. Haalde die zilver met het hockeyteam in Utrecht? Nee. Nee, Marjolein Banning is een uitstekende Rotterdamse psychiater. Kan ik je echt aanraden? Ja. Winston? Dat zou ik het houden. Daphne Taal maar. Daphne Taal. Ja. Echt een balkunstenares. 125 piek voor de volgende. Kim Veenbrink. Kim Veenbrink.
Nee. Nee, die was ballenmeisje bij het WK. Harold? Mijntje Donners. Mijntje Donners. Ja, is goed. Margje Teeuwen. Margje Teeuwen. Hockeyvrouw, haalde die zilver op het WK in Utrecht. Helemaal goed. Een push verdette is. En dan ga ik hem nu doorgeven aan Francis. Oké, Francis? Dan ga ik voor Mienke Smabers. Mienke, die zat er ook bij. Wat sta je nou met de knipogen? Ik moest lachen. Nou, wat bedoel je nou? Ik denk dat ik het wel weet. Nou, laten we ze dan allemaal... Je hebt het door, er zitten geen instinkers meer tussen, hè? Precies. Ja, nou, laten we ze maar omdraaien achter elkaar. Hup, Jeanette Lewin is goed. Tuurlijk. Inge van der Broek is goed. En een dubbel dan. En Julie Dijters. Allemaal hockeyvrouwen die zilver halen. Ik vind het knap. Harold, wat gebeurde er nou, man? Ja, ach, het was je zin, ik sta hier gewoon, hè. Ik probeer mijn best te doen, maar ja, ik had het even niet door. Je geeft even 1000 gulden weg ongeveer. Ja. Oh, nou, dat kan gebeuren. Kan eens kijken wat er is gescoord in ronde 1. Harold, je komt op 7,25. Winston, man. Oh, je bent echt achtergebleven. 2,50. Net te veel instinkers gekozen. Ja, dat vind ik jammer. Ik had graag nog wel even met je verder willen spelen. Niks aan te doen. Nee, hou dank op. Je voor de poging. Graag gedaan. Dag. Ja. Dag Francis. Dag Gas. Oh, jij een stront mazzel.